Het is super leuk om tijdens die evenementen te werken, omdat iedereen eigenlijk een feestje ervan maakt. Je bent keihard aan het werk, maar je hebt niet eens door dat je zo hard aan het werk bent. Ik ben hier inwerkchef. Dat houdt in dat je wordt herkend dat je goed bent in je werk eigenlijk, dat je proactief bent en dat je leiderschapskwaliteit hebt. En vanuit daar gaan ze je eigenlijk inwerken om chef te worden. Ik ben begonnen als gewoon medewerker achter de bar en op een gegeven moment ben ik inwerkchef geworden en vervolgens later barhoofd. Mijn leukste avond ooit was wel Vrienden van Amstel, denk ik. Het is zo'n bizar groot evenement, zoveel vette artiesten. En als je de juiste bar staat, dan kan je ook gewoon die show eigenlijk 11 keer meemaken als je 11 keer alle 11 dagen zou werken. Het is gewoon heel divers in de soorten evenementen. Want ze hebben muziekevenementen en dan van Latin naar hardcore. Ze hebben kinderevenementen, eigenlijk een beetje van alles. Voordelen om via Randstad bij Ahoy te werken is eigenlijk dat je heel veel mogelijkheden hebt in doorgroei. Je bent heel flexibel inzetbaar in de zin van je geeft zelf gewoon je beschikbaarheid aan of dat nou veel of weinig is. En daar aan de hand daarvan zetten ze je in. En het is gewoon heel gezellig. Mensen blijven achter, gaan met elkaar een biertje doen. Ik heb ook veel vrienden daaraan overgehouden. En gewoon, we gaan vaak stappen met z'n allen in Rotterdam na het werk en zo. Dus het heeft heel veel voordelen, zeker. Ja. Om in het team van Ahoy te passen moet je eigenlijk van jezelf wel openstaan, vrolijk zijn. In de zin van in zijn voor een feestje, gewoon gezellig meedoen. Ik denk ook dat je proactief moet laten zien dat je het graag wil. En ik denk dat mensen die daarvan houden en die ook gewoon zichzelf willen pushen tot het uiterste, zeg maar, die kunnen je zeker goed aan de slag.